Voor mij is het de favoriet is het niet. Goeie speler, hè? Als je doelpunten maakt, hè? Zondag was hij goed, hè? Vorige tegen Vitesse, hè? Maar ja, mijn favoriet is het niet, hè? De muesli, dat bevalt me dus steeds beter. Ja. Dat vind ik ook echt lekker, doordat die yoghurt, die magere yoghurt, die smaak ben je helemaal gewend. Ja. Dus die, ken ik nou, die vind ik nou ook gewoon lekker om zo te eten, die magere. Terwijl ik daar vroeger niet aan moest denken dat ik dat zonder wat zoet erin moest eten, die magere yoghurt. Binnen dat ontbijt, hè? Die 80 gram muesli op dit moment, zou je meer opkrijgen of is dat... In het begin had ik zoiets van, dan kreeg die 80 gram dus absoluut al niet op. Ja. En nu ben ik dus zover dat ik die 80 gram makkelijk opkrijg. Ja? Ja. Als we daar 100 van maken, lukt dat? Dat weet ik niet. Ik kan het eens proberen. Kijk, die lunch en die warme maaltijd, die zijn in feite qua samenstelling gelijkwaardig. In hoge mate. De ontbijt is eigenlijk het kleinst. Maar goed, ja, verleden al een beetje nauwelijks, of niet? Ja. Dus vandaar dat ik er wat zuinig aan heb gedaan. Maar in principe zou ik zeggen, daar moet wat bij. En dan is de mogelijkheid dat je s'avonds die behoefte niet meer ervaart, als het goed is. Ja. Proberen, gewoon doen. Ja. Ja. Ik roep 65. Oh, alweer 10 kilo. Nee, zie je. Dat is wat ik net zei. Is het net rond die 80? 65! Waarom doe je dit eigenlijk? Waarom ga je naar een diëtist? Nou, op de eerste plaats natuurlijk om kilo straf te kunnen krijgen. Want dat moet? Ja, voor Roda niet per se, maar voor mezelf. En ik bedoel, je voetbalt maar één keer, je hebt maar één carrière en dan moet je proberen het maximaal uit te halen. En ik vind dat dit er ook bij hoort. Dan als je op deze manier tot betere prestaties kunt komen, dan moet je het zeker doen. Hoeveel moet je afvallen? Nou, zoals ik net zag, zat ik dus op mijn, wat ze berekend hebben, gewicht wat ik eigenlijk moest wegen. Ik heb met Eddie Achterberg ook een weddenschap van 79 kilo. Ja. Die weeg ik nou, dus die weddenschap die had hij al verloren. Maar ik wil dus duidelijk eronder, ik wil naar de 74, 75 kilo gaan. Wil je zo'n ochtend doen? Ja. Ja. Altijd de eerste paar uur 's morgens moet je hem gewoon met rust laten. Dus dat komt normaal gesproken ook handig uit. Ik laat hem ook zo voor een wedstrijd en zo met rust. Dus dan leest hij zijn krantje en dan eet hij zijn ontbijt. En dan is het wel mogelijk om hem gezellig met hem te praten. Nou, dat valt wel mee. Als ze me inderdaad met rust laten, als ik mijn koffie heb en mijn kranten, dan ben ik tegen de tijd dat ik in Kerkrade ben weer... Weer de echte. Ja, af en toe worden we wel een beetje ziek van zijn humor. Goeie jongen. En ook goeie is de bomba van Roda nu, hè? Goed gek, hè? In Polen zeggen dat je goede nieuws voor de doelpunt gemaakt. Maurice Graaf. Ook zeer goed. Staan nou te wapperen. Staat hij te wapperen? Ja. Hij doet nou terug in zijn portemonnee, zie ik dus. We zijn binnen voor jou. Oké, Maus. Bedankt. Okay. Om 11:30 hier. Ja. Morgen voor het goed zo. Goed. Doei. Hoi. Nou woon jij in Heidhuizen, dat is 3 kwartier rijden van Kerkrade. Waarom ben je daar gaan wonen? Want iedere dag 2 keer 3 kwartier rijden, dat is een behoorlijke opgave toch? Nou, ik vind dat dat wel meevalt. Vooral als je lekker muziekje op hebt staan, dan gaat dat vrij vlot. Goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wilt zijn met het mooiste moment uit mijn leven. This is the moment.
the day. This is the moment when I know I'm on my way. Every endeavor I have made ever. Je speelt vanavond tegen Frank Rijkaard. Dat wordt een pittige confrontatie. Het is de laatste keer dat je tegen hem kunt spelen überhaupt. Ja, ja, daarom vond ik het ook jammer dat hij niet voetballer van het jaar werd. Alhoewel ik het gewoon al de boer ook gun. Maar... ja, je kijkt er zeker naar uit. Ik bedoel, het is toch een van de grootheden op de Nederlandse voetbalvelden geweest de laatste 10 jaar, zeg maar. En dat is toch iets aparts, maar als ik eenmaal in dat veld sta vanavond, denk ik daar absoluut niet bij na in ieder geval. En tel maar één ding en dat is te proberen te winnen. Iedereen heeft zijn eigen plaats in de bus. En wij moeten voor iedere uitwedstrijd doen we met Van der Leur, Attenveld, de assistent-trainer Achterberg en ik doen klaar voor jassen. En doen we dat niet, dan kan het ook fout gaan. Dus dan moet gekaard worden morgen in de bus. Ja, en kom eens na. Van der Leur en ik winnen meestal. Want ik kan omdat die Achterberg die kan niet kaarten. Maar nee, dat maakt niks uit wie wint. Ja, 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 ja. Dat is kut, man. Ach, kut, hebben we niet verkeken. Waarom is dit andersom? Hebben we de lessen slagen? Zet er met valsspelers bij? Ja, wat? Attenveld lijkt me wel een valsspeler. Ah, dat valt mee. Ja? Hij had het te druk met mij in de gaten houden. Buiten eenmaal. Tweemaal. Buiten driemaal. Is er nog meer nodig? Schoppen. Sneek. Davids achtervolgt, maar komt er niet bij. Babangida. En daar is de goal. Daar is niet de goal. Daar is wel de goal voor Roda. Maurice Graaf is de man die hem achter zijn naam krijgt.